Goedenavond, beste kijker. Dit is Klaagmuur TV. Vandaag spreken we over het FSA, het Vrije Syrische Leger. Vriend of vijand? Terwijl onze westerse media bericht geven over de vermeende wreedheden van president Assad aan zijn eigen bevolking, zijn op internet steeds meer video's van ooggetuigen in omloop over de werkelijke wreedheden van het VAS, het Vrije Syrische Leger. Er zijn vrijheidsstrijders te zien die burgers op beestachtige wijze mishandelen en compleet afslachten. Maar wie laat zich confronteren met deze andere waarheid en identificeert zich met de slachtoffers? Niemand ziet graag hoe mensen in levende lijven in stukken worden gehakt, gemarteld met messteken, met stenen begooid en op straat worden doodgeschoten. Niemand ziet graag hoe een kind wordt gedwongen om een mens te onthoofden. Maar deze dingen zijn realiteit in het dagelijks leven in Syrië. Het Syrische leger is als volksleger één hart en één ziel met het Syrische volk, terwijl de zogenaamde vrijheidsstrijders terreur, angst en verschrikking verspreiden. We kunnen het ons niet meer veroorloven de andere kant op te kijken. Wij zijn het Syrische volk verschuldigd om te handelen. Hopelijk beweegt dit nieuws u net zoals het ons beweegt. Dit was Klaagmuur TV. Wij wensen u nog een goede avond.